Amai Peter, zeg, dat was een intensief proces, hè, die 2 dagen hier in het klooster van Tongerlo. Ja, wat een inspirerende omgeving, zeg. En welke betere plek konden we uitkiezen om aan ons nieuwe boek over teacherteams of professionele leergemeenschappen te schrijven? Ja, ja, ja. En we hebben inderdaad echt wel geco-creëerd, hè, zoals echt ook de bedoeling is van een leergemeenschap. Nu, het viel mij wel echt enorm op dat er zo'n paar rode draden naar boven zijn gekomen. Is dat u ook opgevallen zo? Absoluut, absoluut. In één van die rode draden in het verhaal van de professionele leergemeenschap is zeker de positie van de procescoach, dus een ongelooflijk cruciale figuur. Hoeft niet altijd één persoon te zijn, kunnen soms ook 2 mensen zijn die die rol gedeeld innemen, maar de procescoach is effectief wel cruciaal, Wouter. Ja, ja, ja. En we hebben eigenlijk ook constant zitten brainstormen over de rol van die persoon. En je merkt dat dat op verschillende manieren zich afspeelt. Hè. Ten eerste al hoe dat hij zich moet verhouden ten aanzien van de groep. Hè. Zeker niet een baas spelen, een bedweter, hè, maar een persoon die eigenlijk echt wel dat proces kan stimuleren. Een gelijke onder de gelijken. Hè. Maar iemand die ook wel heel goed weet waar dat hij mee bezig is. Ja. Weten dat er eigenlijk dingen moeten worden ontworpen. Niet zo alleen maar een beetje met elkaar zitten sharen en uitwisselen van informatie, maar echt wel ontwerpen van dingen. Dat proces ook verder stuwen. Ook daar inhoud aan geven, de kwaliteit van dat proces ook een stuk bewaken en zien dat dat eigenlijk op voldoende niveau wordt uitgewerkt. Ja. Wel, idealiter is dat toch wel iemand die eigenlijk ook uit de eigen schoolorganisatie komt. Ja. Iemand die daar ook de nodige competenties voor heeft, maar toch zeker iemand die ook niet aan zijn lot overgelaten wordt. In ons boek breken wij er heel duidelijk een lans voor om de procescoaches ook degelijk te ondersteunen en op te leiden. Om zelfs een beleidsteam op te richten in de school waar de procescoaches samen kunnen komen en ook ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en waarbij ze ook begeleid worden. Aan de andere kant hebben we ook gemerkt dat het voor scholen vaak wenselijk is om ook eigenlijk in het ontwikkelingsproject van die teacherteams en de oprichting van die professionele leergemeenschappen om ook de nodige deskundigheid binnen te halen om zeker dat proces ook goed op te starten. Boundary crossing. Boundary crossing. En daarom is het toch ook wel belangrijk dat we mensen toch ook al toeleiden naar ons boek dat binnenkort uitkomt. Ja, ja, ja. En waarbij we eigenlijk heel wat geheimen prijsgeven over de vormgeving van die teacherteams. Ja, ja. En onder meer ook over de cruciale rol, Wouter, van die procescoaches in het verhaal. Gaan we doen. Ja. Wordt vervolgd, maar nu gaan we kijken naar het laatste avondmaal in deze prachtige abdij van Tongerlo. Absoluut. Tijd voor het laatste avondmaal. Let's go. Dank u. Bye.